Meneer Witteveen, waarom zijn wij afhankelijk van goud en dollars? Dat zou ik heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Zoals wij in het binnenlands verkeer geld nodig hebben om elkaar te kunnen betalen. Zo hebben we in het internationale verkeer, de centrale banken, ook internationaal geld nodig om eens elkaar te kunnen betalen. Dat is vroeger altijd goud geweest. Er is daarna een tijd gekomen dat daar heel veel ook dollars voor zijn gebruikt. En in de toekomst komt daar misschien een internationaal geschapen geld van het Internationale Monetaire Fonds bij. Wat we de speciale trekkingsrechten noemen. Daar is al een begin mee gemaakt. En dat zal in de toekomst, hoop ik, verder kunnen uitgroeien. Is het nu niet mogelijk een Europese wereldvaluta te scheppen? Dat is een gedachte die wel is opgekomen. Of dus naast de dollar, of ten dele in plaats van de dollar, ook een Europese valuta die rol van wereldgeld zou kunnen spelen. Daarvoor is natuurlijk in de eerste plaats nodig dat er een Europese valuta komt. Nu hebben we alleen nog aparte valuta's van de afzonderlijke Europese landen. Daarvoor is dus die monetaire integratie van de Europese gemeenschap nodig. En dat is een hele moeilijke zaak. En dat is niet maar een monetair trucje, om zo te zeggen. Daarvoor is het nodig dat de landen werkelijk hun economisch en monetair beleid integreren, op elkaar afstemmen. Dus in bepaalde gevallen zich aanpassen bij, zich richten naar wat de gemeenschap als geheel wil. Als dat zou lukken, dan kan men langzamerhand die weg opgaan. En dan zou denkbaar zijn dat een Europese valuta ook een belangrijke rol in de wereld zou gaan spelen. Maar ik moet zeggen, op het ogenblik is de gemeenschap daar nog heel ver van af. En natuurlijk, de belangen van Amerika zijn niet altijd dezelfde als de belangen van verschillende of alle Europese landen. Maar het is juist het wezen van de internationale samenwerking. Om die verschillende belangen van de verschillende landen samen te voegen en eigenlijk in te passen in het duidelijke algemene belang wat ze allemaal gemeen hebben. Dat is juist op het gebied van de energie zo evident dat we hier een gemeenschappelijk middellang en lange termijn hebben. Wat belang hebben, wat we moeten kunnen inpassen, ook in op kortere termijn duidelijke samenwerking. Er zijn natuurlijk mensen die bang zijn, juist omdat Amerika een machtige partner is in deze samenwerking, dat Europa in een soort ondergeschikte positie komt door die samenwerking. Ja, dat is natuurlijk waar, dat Amerika is de machtige partner in onze samenwerking, zoals we die ook in de OESO zien. Maar ook wederom, hier is het kenmerk juist van de economische samenwerking zoals we die ontwikkelen, dat we eigenlijk in al die problemen elkaar als gelijke behandelen. Hoewel we weten dat in macht en ook in verantwoordelijkheid niet alle landen gelijk zijn. Maar in dit probleem van de energie, zoals ik al zei, zijn de verschillende posities niet allemaal dezelfde. Maar het is heel duidelijk gebleken in het overleg wat we hier dagelijks hebben over deze problemen, dat de langere termijn belangen gelijk zijn. En dat is eigenlijk onze functie om dat duidelijk te maken. Dat we inderdaad door het samen dat gemeenschappelijke element van ons belang te identificeren en daarnaar te werken. En dan is er van een dominering van het ene land door het andere geen sprake. Meneer Luns, kunt u zich een verdediging van West-Europa voorstellen zonder Amerika? Ik kan me best voorstellen, maar dit is volstrekt irreëel. Omdat West-Europa niet bereid is voldoende uit te geven voor de eigen verdediging. Dat is het antwoord. En omdat West-Europa verdeeld is, het is niet één politieke, militaire eenheid. Maar zijn dat dan niet een verdeeldheid en een zuinigheid die zouden kunnen leiden tot een stuk verlies van onafhankelijkheid in zo'n situatie? Over het algemeen bestaat dat gevaar, maar men moet toch Amerika het compliment maken dat het nooit heeft geprobeerd een soort situatie zoals in het Warschau-pact bestaat met zijn Europese geallieerden te verkrijgen. Integendeel, Amerika heeft door de Marshallhulp Europa weer op de been gebracht en heeft zich geschikt in een alliantie, de NAVO, waarbij eenstemmigheid vereist is, waarbij Luxemburg of IJsland een beslissing kunnen tegenhouden. Wat heel belangrijk is. Zou u ooit bang zijn voor het gevaar dat Europa op zijn beurt zou worden meegesleurd in een oorlog van de Verenigde Staten? Nou, dat gevaar is zeer gering. Doordat de casus verder is, dus het ontbranden van een oorlog, duidelijk is omlijnd in het verdrag. Als er bijvoorbeeld een oorlog zou ontstaan in Afrika, of bijvoorbeeld de Vietnamoorlog, die was uitgebreid, dan was de NATO in Europa daar buiten gebleven.
andersom, hoe zeker is Europa dat Amerika inderdaad metterdaad te hulp zou komen in een noodgeval? Daar heeft u de garantie. In de fysieke aanwezigheid van meer dan 300.000 Amerikaanse troepen, voornamelijk in Duitsland, die zijn dus meteen ingeschakeld. En daarnaast is het een feit dat Europa uiterst belangrijk is voor Amerika, voor de belangen van Amerika. Terwijl Amerika voor Europa vitaal is. Vitaal. Zouden we ons geen situatie kunnen voorstellen waarin de belangen zouden botsen? Dat ze zeggen, er zijn economische belangen, monetaire belangen, die niet parallel lopen. Dat is altijd zo. Maar als men een goede consultatieprocedure instelt, en die heeft in de NAVO over het algemeen altijd goed gewerkt, die werkt niet goed tussen de EEG en Amerika, dan hoeven deze niet tot ernstige conflicten te leiden. De Fransen volgen, denk ik, gewoon een andere gedachtegang. En welke de juiste is, dat zal nog moeten blijken. De Fransen zeggen, als zulke belangrijke aangelegenheden niet in eigen gemeenschap geregeld worden, dan bestaat die gemeenschap in feite niet. Dan is ze feitelijk afhankelijk van een andere. De Franse zienswijze is dus niet, met de Amerikanen gaat het beste en daarom moeten we het met de Amerikanen doen, maar het gaat met de Amerikanen wel het beste, maar wij geven onze identiteit prijs als wij het met hen doen.